Ongelooflijk. Daar ga je dan. Het schot. En hij laat hem los. En razendsnel is daar de nummer 5, Kosminski. En dan is het tegen alle verhouding in. Is het 1-0 voor Polen. Het schot was voor Kosecki. En technisch doet Stanley Menzo werkelijk alles fout. Daar zit je dan als coach aan de kant. Dan heb je alles uitgedokterd. En dan sta je achter door een... Het is niet anders te zeggen, een blunder. Van Vossen. Peter van Vossen. Hoekschop. Koude douche voor iedereen. Hier. Bijna 20 minuten gespeeld. Polen leidt met 1-0 door Kosminski. De hoekschop. En de lange doelman. Goed erin gebracht. Jobert. Het is knap rustig geworden in het stadion. En Nederland moet nu kiezen tussen even rustig aan of volledig in de aanval. Ik zou kiezen voor volledig in de aanval, maar achter goed opletten. En niet onzorgvuldig worden. Wim Jong. Lesjak. En Kowalczyk laat het lopen. Dik advocaat onder het paraplu en kijkt niet binnenin bij hem nu, want ik denk dat hij in alle staat is. Jong. En goede onderschepping van Šefčík. Kosecki. Van Osasuna. En daar gaat nummer 2. Jongen. Kowalczyk de nummer 9. 2-0. Hoe is het mogelijk, zeg? Hoe is het mogelijk? Poolse supporters, het zijn er niet veel. Maar het zijn er toch een paar honderd. De voorzet. En de bal met een stuit. En om dan te zeggen dat dit een blunder is, sterk opereert Stanley Menzo toch ook weer niet. Maar wat wordt die man vrijgelaten zich? Goeie benadering, helemaal vrij, die Kosecki aan de rechterkant. En die nummer 9 doet het heel goed. De bal via een stuit in de verre hoek. Je gelooft het niet, maar het staat wel 2-0 voor Polen. Dat is hem! Nee! Bijna. Arthur Nieuwman. Dat zou Nederland hebben kunnen gebruiken. Arme Stanley Menzo. Keeper in volle lengte, kon er niet bij. Twintig minuten gevoetbald. 22. En Nederland staat achter in de Kuip met 2-0 tegen Polen. Tot nu toe hebben de ploegen 11 keer tegen elkaar gespeeld. Een doelsaldo 11-11. 5 man gelijk. 3 man gewonnen, 3 man verloren. Alles in balans. Helaas nu niet. Kosminski. Jobert. Kosminski. Berry van Aerle. Ja, dat ga je krijgen. Verschrikkelijk wat er gebeurt. Fluiten als Stanley Menzo aan de bal is. Van Basten. Van Basten. Nu. Moeilijke hoek. Bakel. In de zesde helft van gisteren met Jong Oranje tegen Polen met 3-0. Frank Rijkaard. Adamczyk. Zenčík. Tja.
Ik had dat durven dromen. Nederland 0, Polen 2. Bijna 25 minuten gespeeld. En dit is lekker voor de Polen natuurlijk. We hoeven geen enkel risico meer te nemen. We rammen elke bal het veld uit. Numan. Buitenspel van Peter van Vossen kwam achter de man vandaan. Nederland zelf moet rustig blijven. Kooltje zien te pakken voor de rust. Geen gekke dingen gaan doen nu. Jobert. Šefčík. Ronald Koeman. Basica. Adamčuk. Stanley. Menzel. Voetbalsupporters zijn vreed. Dat is hem. Van Jong. Steekballetje. Ging niet ver over de lat. Over de kruising. Peter van Vossen. Van Basten heel moeilijk. De bal en dan goed ineens genomen. Dropkick. Kon er niet op tijd bij komen bij de bal. Frankrijker. En wat je van het Nederlands elftal in negatieve zin kunt zeggen is dat ze zoveel ruimte aan de tegenstander geven. Ruimte plenty op het middenveld voor de Polen. Leszczyk. Jobert. Adamčuk. Basica. Geroutineerd, de captain. 41 in de land. En nu Dennis Bergkamp. Peter van Vossen vertrekt. Kosminski, Koeman. Geen buitenspel. Nummer 3, Šefčík bleef hangen. Er ligt een speler geblesseerd op de grond. Even over de middenlijn. De wedstrijd gaat door. Het is niet te zien wie dat is. Krosecki zie ik lopen, Jobert. Niks aan de hand. Doorspelen. Nummer 6, Adamčuk. Het was zijn derde wedstrijd in het Poolse nationale team. Jobert niet. Overtreding. Witschke. En Wim Jong. Het Nederlands zelfs al zit even in een dal, mag je wel zeggen. Jong komt. Buitenspel. Voordeelregel. Frankrijk uit. Numan. Numan. Met Šefčík. Van Basten. Dennis Bergkamp. Het is te veel. Het zit dicht in het centrum bij Polen. Het moet over de flanken gebeuren. Adamčuk en Marco van Basten. Numan. Jobert. Basica. En Kosminski.
speler van Vossen. Inworp Nederland. Waar naartoe gedekte man. Vrije trap. Ik denk dat het Nederlandse team even niet mag mopperen. Dat het vanaf deze positie een vrije trap krijgt te nemen. Dat doet Wim Jonk. Bij de tweede paal Frank Rijkaard. Bergkamp op de penalty stip. Goed werk van Pasecki. Zenček, nummer 7 naar Šefčík. Die is voor het eerst op de helft van Nederland. De nummer 3, lange laatste man, Adamčuk. Šefčík. Dit mag. Ja, de Poolse reporter naast ons zit te glimmen. Dat kan ik me voorstellen. En Nederland heeft geen tempo. Tempo is volledig eruit. Goede start hier, eerste 15 minuten met twee voortreffelijke kansen. En nu is het even weg. Van Basten. Nee. Jobert. Berry van Aarle. 30 minuten. Nederland 0. Polen 2. Buitenspel. Buitenspel Dennis Bergkamp. De doelpuntenmakers voor de Polen Kosminski. In de 16e en in de 20e Kowalczyk 2-0. Rijkaard. Dit zal hem toch ook weer niet worden. Goed gedaan, Stanley Menzo. Prima gedaan. Kosminski. Kosminski. Oh jongens, wat gaat dat ook weer allerberoerdst. Stanley Menzo geblesseerd. Aan het hoofd geraakt. Kosminski brengt de bal hoger in. Koeman kopt hem terug, wilde terugkoppen naar Stanley Menzo. Daar is de nummer 10, houdt goed in, Kosecki. Alles gaat fout achterin bij Nederland op dit moment. Geen enkel opzet van de Poolse aanvaller. Menzo blijft op de been. Koeman. Witsche. Nederland zal zich heel snel moeten hervatten. Ja, Ed de Goeie zal met zeer gemengde gevoelens kijken naar de verrichtingen van Stanley Menzo. Bal over de zijlijn. In Engeland is het een tikje anders te scoren. Engeland-Noorwegen, nog altijd 0-0, 30 minuten voetbal daar. Jan Wouters. Wouters. Koeman van Basten, die moeten nu de leiding nemen. Oei! Schitterend. Heel mooi van Marco van Basten. Die had daarin gemoeten. Prachtige omhaal. Kijk eens uit. Daar een keer de kort bal van Šefčík en van Basten. Perfect gedaan. Koeman, Bergkamp en Kosminski, Jobert, Pasecki. En alles is gevaarlijk. Adamčuk. Achterbal.
zullen blijven rustig gesloten achterin. Minimaal 5 man. En dan voetbal op de counter. Dat doen ze voortreffelijk. Ik kan het niet anders zeggen. Nederland, de linies nog altijd veel te ver uit elkaar. Jan Wouters. Overtreding. Het lijkt erop alsof Gerald Vanenburg zijn schoenen vast ging maken. Ja, in de dugout van Nederland, beweging. Vanenburg trekt zijn trainingsjack uit. De Polen nemen alle tijd. Vanenburg komt in de wedstrijd. Koscielny. Van Basten. Šefčík. En Arthur Nieuwman. Nieuwman. Witske. Wim Jong. Jong. Lichaam er tegen met Peter van Vossen. Het is hartstikke vol in dat centrum. Dit is hem. Nee. Van Basten liet hem lopen. Dacht naar mijn mening dat er nog iemand achter hem stond. Of kon er niet bij. Warming-up van Gerald Vanenburg. Hoekschop, Witske. Geen buitenspel. En nou lekker neerleggen die bal. Bakel. Heeft nog wel eens de gewoonte een balletje los te laten, Bakel. Vanavond nog niet. Bergkamp. Peter van Vossen. Ja, weer keurig opgelost. Tchaikovsky, Šefčík. Koscielny met Koeman. Koscielny, de man van Osasuna. Koeman, goed doorzien. Nou even rust. Wouters van Vossen. Overtreding, Tchaikovsky. Tot nu toe uitermate correcte wedstrijd. Slechte score voor Nederland. Witsche. Nieuwman. Jonk. Binnendoor. Nieuwman binnendoor. Lange been van Šefčík ertussen. Jobert. Koeman is er. Berry van Aerle. Jobert probeerde een hoekschop te krijgen. Opening op Berry van Aerle. Wouters. Van Basten. Van Basten, dat is hem. Dat wordt hem. Nee. Het zit niet mee. Het zit niet mee. De ballen die er bij ASC Milan allemaal ingaan, die gaan er nu net naast. Mooi meegenomen. Moeilijke hoek. Met de buitenkant. Op de voet van Bakel. Hij kan het niet beter doen dan hij nu deed. Het is goed werk van de doelman. Nieuwman. Bakel, Jobert. Toenemende druk van Nederland. Nieuwman. Barzicha. Dat is routine. Jobert. Jonk. Het zit binnen Dennis Bergkamp nog niet mee. Blessure bij de Polen, nummer 2.
Tjachowski ligt buiten de lijnen. Dat ziet er niet goed uit. Nederland gaat door. 11 tegen 10. Šefčík neemt geen enkel risico. Ja, de nummer 2, Tjachowski, wordt gewisseld. Wij kijken naar Van Basten. Brazinga. Jobert wacht te lang. Koeman onderschept. Nog altijd 10 tegen 11. Dit, Bergkamp. Bam! Nee! Het zijn decimeters. Decimeters. 2-0 voor de Polen. Maar Nederland heeft toch al een fors aantal kansen gehad. Hoeveel scheelt het? 20, 30 centimeter, meer niet. Het was kans nummer 8 inmiddels. De negende. We hebben het bijgehouden. Bij Nederland gaat Numan eruit en komt Vanenburg in. En de tegenstander brengt Zepka voor nummer 2. Nummer 14, Zepka.